In deze video laat ik je een interview zien dat ik een tijdje terug heb opgenomen met twee camera's. En dan krijg je iets meer dynamiek in de beelden. Laat je een klein stukje zien. Ik zit hier aan tafel met Ellen de Lange-Ros van Faction. En misschien ken je haar beter als de glazenwasser, want zo heet jouw blog, hè, Ellen? Ja, dat klopt. Ja. Hoi Ellen, leuk dat je er bent. Wij kennen elkaar van de marketingopleiding. En ik hoorde dat jij een boek had geschreven en dat vond ik wel zo ontzettend stoer. En ik dacht, nou, daar ga ik je over interviewen, want het boek Een zaak van fans vind ik natuurlijk een ontzettend leuke titel, omdat mijn bedrijf heet Fanfactor. En ik zeg altijd tegen mijn klanten, maak van je klanten je fans. En nou schrijf jij daar een boek over. Hoe kwam je daar zo bij, Ellen? Nou, een belangrijke aanleiding is wel dat ik gewoon heel veel bedrijven zie die daar foute keuzes in maken. Ja. Die denken over een doelgroep. Hè. Een doelgroep gaat dan vaak over leeftijden en segmenten en of postcodegebieden. Terwijl het eigenlijk veel specifieker moet gaan over fans. Hè. Mensen die enthousiast zijn over jouw bedrijf en voor zelfstandigen geldt vaak ook enthousiast over jou als persoon. Waar je als persoon echt een klik mee hebt. Ja. En dat kan gewoon een heel goed fundament van je bedrijf zijn. Maar veel mensen weten dat helemaal niet, hoe dat werkt. Ja, ja. Nu heb je dat boek heel geschreven. Nou, je ziet hier meer dynamiek, zeg maar, meer afwisselingen, accenten die je kan leggen op de een of op de ander. Zoals je het eigenlijk op televisie ook ziet. Maar daar heb je dus meerdere camera's voor nodig. In dit geval was er eentje bemand, de andere is nog een vast punt. En met die bemande is af en toe ook gedraaid, zeg maar. Dus daarmee kun je iets meer dynamiek erin brengen. Dat is even wat je wil. Je kunt natuurlijk meerdere interviews op een dag plannen en op die manier eens laten opnemen. En dan heb je een voorraadje klaar die je op YouTube kan plaatsen. Maar je ziet even het verschil tussen shotwisselingen of als je van één punt zou nemen, dan sta je gewoon naast iemand en dan is het gewoon een vrij clean video, maar iets minder dynamiek.